hadden dus om 8:15 pas gescheeld. Goed, ik stel voor dat we beginnen met de agenda. Daarmee heb ik ook de opening verricht. Vaststelling van de agenda. U heeft vanmorgen daar een bericht over gehad dat het bestemmingsplan hier aan toe wordt gevoegd vanwege afwezigheid van de heer Jansen. Kunt u akkoord gaan met de agenda die voor ligt? Dat is het geval. Dan ga ik verder naar het spreekrecht. Er heeft zich vandaag één spreker gemeld. Dat is mevrouw Hadders namens de schoolbestuur, geloof ik. Ja. Nou, zoek een plekje uit zou ik haar zeggen, maar ik denk dat het hier wel kan. Ik denk als je het doet dat hij het gaat doen. Zal ik dat nu doen of zullen we het bij het agendapunt doen? Wat is voor jullie makkelijker? Ik weet niet wat gebruikelijk is. De inspraak is gebruikelijk dat we de inspraak nu doen en dan geef ik nog even de gelegenheid om vragen te stellen aan de vraag. Okay, ja. Ga u gaan. Nou, dank u wel. Hij staat aan, geloof ik. Okay, ja. Goedenavond allen. Ik zit hier namens alle gezamenlijke schoolbesturen van basisonderwijs in de gemeente Hardenberg. Mijn naam is Dalida Harders. Ik ben beleidsmedewerker Financiën en Huisvesting bij Grono. En Grono heeft 15 scholen voor christelijk onderwijs hier in deze gemeente. En nogmaals, ik zit hier dus namens alle 9 schoolbesturen in deze gemeente. Dus de openbare, de christelijke, de gereformeerde scholen en de katholieken. Zoals u heeft kunnen zien op de agenda bij punt 5, is er een meerjarenperspectief voor de huisvesting geagendeerd. Er zitten 2 bijlagen bij, het is het raadsvoorstel en er is een planning bijgevoegd met alle scholen in deze gemeente plus wat euro's. Wij willen als gezamenlijke schoolbesturen toch van de gelegenheid gebruik maken om daar nog iets aanvullends over te vertellen. Aangezien dit stuk wat wij als werkgroep geproduceerd hebben een nogal lange geschiedenis heeft. En dat begint in 2011 en ik wil u graag even meenemen naar 2011. Wij als gezamenlijke schoolbesturen zijn in 2011 tot de conclusie gekomen samen met de gemeente dat in deze gemeente krimp was van het aantal leerlingen. En dat wij met elkaar iets moesten doen om te zorgen dat er niet te veel leegstand kwam in onze scholen. Wij hebben, op dat moment hadden wij 44 schoolgebouwen voor basisonderwijs. En een aantal schoolgebouwen had al leegstand van vierkante meters. En om dat niet verder op te laten lopen, hebben wij bedacht om daar gezamenlijk naar te kijken. Zoals u misschien weet, het werkelijke aantal vierkante meters in de schoolgebouwen is niet bepalend voor hoeveel geld we krijgen van het ministerie van Onderwijs voor het onderhoud. Maar het aantal leerlingen in een schoolgebouw is bepalend voor het aantal geld dat wij krijgen voor vierkante meters. Dus u kunt zich voorstellen dat als een schoolgebouw niet gevuld is, er minder geld per schoolgebouw beschikbaar is voor onderhoud, beheer en exploitatie. Wij hebben ook als gezamenlijke schoolbesturen ons gerealiseerd dat wij het niet alleen kunnen als schoolbestuur. Dat het iets was om gezamenlijk op te pakken. Dus in 2011 zijn we met elkaar in gesprek gegaan samen met de gemeente om te kijken van waar kunnen wij elkaar vinden. Er speelde nog een ander ding in deze gemeente. Dat is dat de schoolbesturen, dat de scholen gemiddeld genomen, de schoolgebouwen, ouder dan 40 jaar waren. Nou, dan kun je het met elkaar ook over hebben van wat moet er nou met die gebouwen gebeuren om die gebouwen toekomstbestendig te laten zijn. En dan heb je het over renovatie of het heb je over nieuwbouw. Nou, aangezien de verschillende dingen speelden in verschillende wijken, hebben wij daar eens over nagedacht. En als we samen... Oh, ik verlies mijn geluid. Ja. Toen hebben wij met z'n allen hebben wij per kern, per dorp, per buitendorp en per wijk in de hele gemeente hebben wij gedacht hoe zou dat onderwijs er nou uitzien in dat dorp, in die kern over 20, 30, 40 jaar. Ik noem bijvoorbeeld
Bakbrug. Het zijn twee scholen zijn daar. Op dit moment een openbare school en een christelijke school. De christelijke school heeft al krimp. De openbare kan ik niet zo goed inschatten. Maar in de toekomst gaat dat natuurlijk ook gebeuren. Zou het niet mooi zijn om die twee schoolgebouwen misschien onder één dak te huisvesten? Waardoor je gebruik kunt maken van elkaars faciliteiten. En dat was bijvoorbeeld ook het geval in de Krim. En zo hebben wij per kern en per dorp gekeken hoe zou dat er nou uitzien in de toekomst. Nou, daar is een heel plan naar voren gekomen. En dat plan hebben jullie ook voorgelegd gekregen. En dat plan heet Stippen op de Horizon. En daar heeft de gemeente Hardenberg positief op gereageerd. Maar daar hebben we wel duidelijk de boodschap meegekregen. Maak dat nou eens concreet en zet dat nou eens verder weg in de tijd. En hang daar nou eens een geldbedrag aan. En samen met wethouder Jansen hebben wij dat verder opgepakt. En daaruit is het plan naar voren gekomen dat dus vandaag aan jullie is toegezonden. En wat dus de besluitvorming bij jullie voor ligt. Vanuit dat plan Stippen op de Horizon, misschien heeft u het er nog bijgepakt ter voorbereiding op dit overleg, is precies te zien per wijk waar wij als gezamenlijke schoolbesturen op in willen steken. En vanuit dat plan hebben we teruggeredeneerd naar 2015. Wat is er nou per schoolgebouw nodig om bij die stip op de horizon te komen? Is er innovatie nodig? Is er nieuwbouw nodig? En hebben we natuurlijk naar al die schoolgebouwen gekeken in de wijk. En daar is dan ook een bedrag aan gehangen in euro's. Dus zo hebben we dus per schoolgebouw, per wijk gekeken wat er nodig is om minder vierkante meters te realiseren, maar beter. Want dat was ook de slogan van het stuk Stippen op de horizon. Minder, maar beter. Want we willen een kwalitatief goede school. Berg is ook voorstander van duurzaamheid en dat zien wij als werkgroep natuurlijk ook graag. Even kijken. Het plan Stip op de Horizon is een visie op onderwijshuisvesting voor de toekomst. Maar ja, we moeten wel ergens beginnen. En als werkgroep willen we het liefst vandaag beginnen en vandaar dat dit voorstel ook bij u ligt. Ik snap ook dat het voor u allen heel lastig is om nu al iets te besluiten over een hele lange tijdsperiode gaat. Alleen, je moet ergens beginnen. We kunnen niet nog eens 10 jaar wachten, want dan zitten we weer met elkaar in deze setting. Dus we willen nu beginnen per schoolgebouw dingen, projecten op te gaan pakken. Alleen, het is wel zo dat we per project gaan bekijken wat is er nodig voor het schoolgebouw, et cetera. Dus het is niet de bedoeling dat er nu al hele definitieve afspraken gemaakt worden, dat u voor het blok gezet wordt, want er staan behoorlijk grote bedragen in dat schema. Maar het gaat meer om de grote lijn en het is een gezamenlijk gedragen voorstel. En ja, we willen graag beginnen met de uitvoering van het plan Stippen op de Horizon. Ik wil daar graag nog namens de werkgroep een opmerking over maken. Zoals u wellicht weet heeft de gemeente Hardenberg een verordening voor onderwijshuisvesting. Wij hebben als gezamenlijke schoolbesturen gezegd, wij willen eigenlijk niets met die verordening doen. Daar willen we eigenlijk alleen op teruggrijpen als we er met elkaar niet uitkomen. Het plan zoals dat er ligt, dat willen wij als basis nemen voor hoe wij met elkaar omgaan. Gezamenlijk, breed gedragen en ook goede afspraken op gebied van financiering. Gezamenlijke financiering. Een stukje van de gemeente, omdat de renovatie nieuwbouw uitstelt. Maar ook van de schoolbesturen wordt er natuurlijk het een en ander verwacht. Dus dat is eigenlijk, we willen niet teruggrijpen op die onderwijshuisvesting. En nog een laatste punt. Niet inhoudelijk, maar wel een belangrijk punt vinden wij als werkgroep. Onderwijshuisvesting was altijd een portefeuille die aardig reactief was. Er was een nieuw dak nodig, het schoolbestuur zag dat, vroeg het aan bij de gemeente gaf geld en het nieuw dak werd uitgevoerd. Maar met dit plan zijn wij aardig proactief bezig. En dat is wat wij als schoolbesturen ook wensen.
En ik heb van mijn collega werkgroep Blitzen, Wim Lenkeek, begrepen, want die zit in heel veel gemeentes, dat dit heel nieuw is in Nederland. Dus als u met deze, ja, dit voorstel akkoord gaat, dan geloof ik dat we wel een primeur hebben. Dus als er nog vragen zijn, dan mag dat, geloof ik, nu. Ja, ik hoef niks meer te doen. Ik zie de heer Reiding, de heer Kloekhorst, de heer Brink, de heer Stelstra. Ik begin bij de heer Reiding. Gaat u gang. Ja, mevrouw Harders, bedankt voor die toelichting. Het was inderdaad... Ik heb vanmiddag de stip aan de horizon gauw even door kunnen lezen, omdat ik hier ook als plaatsvervanger voor mijn fractiegenoot zit. Maar u gaf nog even een hele goede toelichting. Waarvoor dank. Heeft u over de planning... is die consensus ook in die planning naar voren gekomen? Ik bedoel, als ik dan zie dat er een school of twee scholen in Slagharen voor 2022... Ja. Dat is een unaniem... Ja. Besluit. Ja, dat is een unaniem besluit. Alle schoolbesturen die staan hierachter en we hebben ook gaandeweg het traject, hè, want we zijn na het vaststellen van stippen op de horizon, zijn we na de zomervakantie dus weer verder gaan praten. Dus dat was najaar 2013. Hebben wij ook ruim de tijd genomen om goed met elkaar in overleg te gaan. Nou, inmiddels is er in Slagharen al weer een en ander veranderd, doordat twee scholen samen zijn gegaan. Dus dat hebben we allemaal verwerkt. Dus ik durf hier met de hand op mijn hart te zeggen dat ik echt spreek namens de 9 schoolbesturen. Akkoord. Ja. Voldoende voor de heer Reiling, de heer Kloekhorst. Begreep ik u goed dat uw boodschap feitelijk is van raad, blijft er vanaf. Als je de één steen onderweg trekt, dan is onze hele overeenstemming is verdwenen. Ja. Eigenlijk wel. Kijk, in het hele traject hadden we het ook anders aan kunnen pakken. We hadden ook allemaal op ons eilandje kunnen gaan zitten. En per school en per denominatie, hè, christelijk, openbaar, gereformeerd, katholiek, kunnen zeggen, nou, voor deze school willen wij nieuwbouw. Maar ik denk dan niet dat we met elkaar de euro's verantwoord besteden. Kunnen beter samenwerken. Twee scholen onder één dak en dan gezamenlijk gebruik maken van vergaderfaciliteiten, speellokalen, sportfaciliteiten, kinderopvang. Volgens mij is dat veel efficiënter. Akkoord. Kom ik bij de heer Stolpstra. Dank u wel, voorzitter. Ik had nog even een vraag over de actualiteit ten aanzien van de scholen in de buitengebieden. Je ziet daar in de landen grote druk op ontstaan. En ziet u dat ook in de gemeente Hardenberg? Ja, dat zien wij zeker in de gemeente Hardenberg. In de buitendorpen zijn ook wat kleinere scholen gevestigd. Ik noem bijvoorbeeld Reserveen, CBS Reserveen en Reserveen. Ik noem bijvoorbeeld de school Kompas in Raderwijk, Den Velde in Den Velde, CBS de Wiegslag in Brugterveld. Leerlingaantal is... is een graadmeter. Kijk, het is ook niet de bedoeling dat er heel veel geld geïnvesteerd wordt in een schoolgebouw waarvan wij weten dat het over 5 jaar niet meer zal zijn. Ik noem bijvoorbeeld dan van onze schoolbestuur CBS Reserveen. Dus dat is ook niet, dat is ook helemaal niet de bedoeling. Dus op het moment dat er een gebouw in de planning staat, moet je ook echt per situatie gaan bekijken. Wat is er nu echt nodig en wat is de toekomstbestendigheid? Ja, dus dat zullen wij gewoon echt per gebouw gaan bekijken. Omdat wij met elkaar die verantwoordelijkheid heel erg goed voelen. En ook de financiële druk natuurlijk. We moeten goed met geld omgaan. Ja. Akkoord, de heer Brink. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk even één heel klein vraagje. Want u zei aan het begin van die betoog, we zijn al sinds 2011 zijn we ongeveer bezig. En we rekenen toen, zei u, met de leerlingenaantallen die we toen hadden. En de prognoses die we toen beschikbaar hadden. Daarmee kreeg ik zelf een beetje het gevoel van, is nu echt iets veranderd in de prognoses van toen ten aanzien van de feiten van nu? Of begrijp ik dat niet helemaal goed? Nou, we hebben gaandeweg het proces, hebben wij natuurlijk die aantallen opnieuw bekeken. Hè. De gemeente heeft ook een nieuwe prognose gemaakt. En op basis van die aantallen, dat hebben we natuurlijk steeds meegenomen in ons proces. Alleen wat wij in 2011 zagen qua leerlingaantallen en prognoses, dat zien wij nu eigenlijk ook wel terug. Ja. Er zitten wel wat verschillen in per schoolgebouw of per school. Het bijvoorbeeld ontstaan door de sluiting van de Kastanjehof. Dan zien we de kinderen zijn verdeeld over de Bloemenhof, de Elsenhof, de Marsweide en de Vlinder. Dus daar ontstaat wat verschillen. Maar we hebben in
In het hele traject hebben we elke keer goed de leerlingenaantallen en de prognoses in de gaten gehouden. Ja. En die prognoses komen ook redelijk uit? Ja, ja. Dus dat kan ik dan voor Grono zeggen. Wij kijken altijd samen naar de prognose van de gemeente en de prognose die de schooldirecteur dus zelf maakt. En dat zit altijd goed in de richting. Ja. Akkoord. Ik zie verder geen vragen. Dan dank u voor uw bijdrage. Ja. Dan hebben we daarmee ook het onderdeel spreekrecht gehad. En dan kom ik bij het meningsvormende deel van de agenda. En dat beginnen we met het vaststelling van de verordening leerlingvervoer. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Wilt, zie ik, mevrouw Kloekhorst, de heer Reiling, de heer Rodemond. De heer Brink, ga je gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk is de verordening op een aantal punten anders dan de voorgaande. Ik heb eigenlijk wel even een paar vraagjes daarover. Met name even over de OV-vergoeding voor de leerlingen voortgezet onderwijs. In tegenstelling tot de modelverordening kiezen wij ervoor om die OV-vergoeding te handhaven. Omdat wij enigszins wat angst hebben op de druk op het aangepast vervoer. En ik was even benieuwd waar dat op gebaseerd is, want dat kreeg ik niet helemaal helder uit het stuk. Dus daar wil ik wel graag een kleine toelichting op. Ja, en wat ik eigenlijk wel een beetje arbitrair is... Die wel, die niet. Nee. Nou, maar ja. In een stuk wordt genoemd over een advies dat kan worden ingewonnen bij deskundigen. Om zo het kostenaspect wat in de gaten te kunnen houden. En naast het advies van het samenwerkingsverband. De vraag met onze kant is van, ja, wat weegt nou zwaarder? Hè? Is dat nou het kostenaspect of is het het kwaliteitsaspect? Daar waren wij wel even benieuwd naar. Wij hebben wel een voorkeur, maar goed, die laat ik even in het midden. Ik was gewoon even benieuwd naar de mening daarover vanuit de portefeuillehouder. En daar wou ik in eerste termijn even bij laten. Dank u wel. Dan ga ik verder bij de heer Wilts. Voorzitter, de ChristenUnie is blij dat er een brede verkenning naar het vervoervraagstuk binnen de bestuursdienst Ommen en Hardenberg loopt. En dat daarin de jeugd en zorg wordt meegenomen. En we verwachten dat dit traject volgend jaar wordt afgerond. Omdat blijkbaar in 2017 er een aantal dingen veranderen met taxiritten en dergelijke. We zien in dat in het kader van de wet passende onderwijs er een nieuwe verordening leerlingenvervoer moest komen. Door mij zijn een aantal technische vragen gesteld, waaronder die vraag van de heer Brink. Maar goed, dat terzijde. En de ambtenaar heeft ons daar naar tevredenheid antwoord gegeven. En wij kunnen verder instemmen met het voorliggende raadsvoorstel. Akkoord, mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft nog een vraag over het advies bij aanvraag. Daar zitten een aantal wijzigingen of veranderingen van bestaand naar nieuw beleid met een toelichting. Waarbij de gemeente een beslissende factor wordt voor de dichtstbijzijnde beschikbare school of goed lijkende school. In hoeverre belemmert dat de keuzevrijheid van mensen als het gaat om het type onderwijs wat zij willen volgen? Dat is de vraag die ik wil stellen. De heer Reiling, VVD. Niet meer. De heer Rodemond. Dank u wel, voorzitter. Een hopelijk simpele vraag. Er wordt een bepaling opgenomen over het over redelijkerwijs te vergen inzet van ouders. En die botst, wat ons betreft, wat met het in stand houden van... de OV-vergoeding voor leerlingen zonder handicap, om zoals hier staat, alle vervoersmogelijkheden open te houden. En nu wilde ik graag een reactie daarvan van de portefeuillehouder. Wat mij betreft kunnen we daar meteen toe overgaan, de heer Prinsen. Ja, dankjewel. Ja, de opmerking of de vraag van de CDA-fractie, de vrees voor als wij die OV-vergoeding eruit zouden laden, wat dus ook in het VNG-voorbeeldverordening zit,
Ja, of, we daar, of dat een terechte vrees is. Nou, er zijn wel wat ervaringen uit het verleden dat je soms, als je geen goede voorziening hebt, terug moet geen goede verordening hebt, dat je terug moet grijpen op een vrij zware voorziening. En dat in kostenaspecten kan dat nogal het nodige betekenen. En ja, daarom hebben wij ervoor gekozen om een in heel veel gevallen een afdoende voorziening, vergoeding voor de OV, om die in stand te houden, juist om mensen toch de mogelijkheid te geven om een goede voorziening te hebben en niet te hoeven grijpen naar een hele zware voorziening die in kostenzin het nodige met zich meebrengt voor de gemeente. Ja, een discussie over toepasselijk, volgens mij, ja, vind ik dat wel een discussie die hier eigenlijk niet thuis hoort. Het gaat hier over een wijziging van de verordening en de gewijzigde punten staan in dit voorstel. En als je het gaat hebben over toepasselijk, ja, dan zul je volgens mij een wat principiële discussie met elkaar over leerlingenvervoer moeten gaan voeren. En dat is volgens mij niet aan de orde. Ik kan me voorstellen dat zo'n definitie die wij ook niet zelf bedacht hebben, dat die vragen oproept. Maar volgens mij moeten we die discussie hier niet voeren. Als u hem wil voeren, moet u volgens mij dat een keer apart agenderen. En ook beter met de portefeuillehouder die verantwoordelijk is voor dit stuk. Ja, wat weegt zwaarder? Dat is natuurlijk altijd een lastige vraag. Ja, wat weegt zwaarder? Het oordeel, zeg maar even, van de deskundige of van het samenwerkingsverband? Nou, ik ken zelf niet de voorbeelden, heb ik zo paraat, dat een samenwerkingsverband voorstel dat dat overroeld is door een deskundige. Maar dat zou heel goed kunnen. Ik kijk even naar mijn ambtenaar. Of jij, oh, sorry. Ja. Ja, nou, het is een, het is zo dat we hebben dit in de verordening opgenomen dat de gemeente uiteindelijk de beslissende stem heeft daarin. Omdat het is zo dat wij in de regel volgen wij het advies, maar het kan zijn, omdat de gemeente toch ook een afweging moet maken, ook in verband met de kosten, dat men zegt van nou, dat een andere school even geschikt is en wel dichterbij en dat het in verband met de kosten inderdaad dan daarvoor gekozen kan worden. En dan is het nog zo dat ouders ook het recht hebben om zwaar te maken. En ook kunnen onderbouwen of dat inderdaad zo is, of dat we daarin een verkeerde beslissing hebben genomen. Dus het is, in de regel wordt het gevolgd, het advies, maar we houden de mogelijkheid om daar toch in een afweging te maken. Ja. Volgens mij heb ik dan ook de opmerking van de Partij van de Arbeid in deze gehad, de vraag van de Partij van de Arbeid. En om met de woorden van de heer Roodemond zelf te spreken, zou u kunnen verduidelijken wat u bedoelt met deze vraag? Want het is mij niet helemaal helder wat uw vraag nou behelst. Nou ja, misschien begrijp ik weer het voorstel niet en zo blijven we leuk met elkaar bezig. Maar goed, als de vergoeding openbaar vervoer voor mensen zonder beperking in stand wordt gehouden, zoals ik hem lees, en tegelijkertijd vraag je aan ouders om hun best te doen om dat vervoer zelf te organiseren, zoals ik hem dus lees, botst dat in mijn ogen met elkaar? En als dat niet zo is, dan is dat niet zo. Ik zie niet waarom dat botst. Kijk, in eerste instantie, dat zegt u zelf ook, en dat zo staat ook in het stuk, zijn ouders verantwoordelijk voor het vervoer. Nou, aan het onredelijk is niemand gehouden. Er zijn situaties bekend dat mensen 1,5 uur 's morgens en 1,5 uur 's middags voor het vervoer. Nou, dat kun je bijna van een gezin, van ouders, kun je dat bijna niet vragen. En dan is het logisch dat de overheid bijspringt. Ja, maar als je het hebt over een vergoeding voor OV, ja, dan zie ik niet dat het haak staat op de inzet van de ouders. Ik vind het juist een aardige tegemoetkoming. Ja, en dan voor die ouders, of voor die kinderen die redelijk zelfstandig kunnen reizen, waarbij de ouders, ja, in sommige gevallen hebben de ouders daar nog wat inzet te plegen voor een stukje begeleiding. Maar ik zie dat juist als een stukje versterking eigenlijk, in plaats van dat het er haaks op staat. Ik denk dat de verhelderende vraag verhelderd is wat dat betreft.
tweede termijn behoefte aan? Misschien mevrouw Kloekhorst. Ja, ga die gang. Nog even op mijn eerste vraag. Kan het dan zo zijn dat bijvoorbeeld een kind met een bepaalde geloofsovertuiging op de dichtstbijzijnde school geplaatst wordt en dat dat bijvoorbeeld een openbaar karakter heeft of andersom? Dat zegt u niet, hè? Nee. Oké. Dat is even voor mij even verhelderend. Akkoord. Verder geen vragen in de tweede termijn. Dan vraag ik u nog wel of u dit als bespreekstuk of als hamerstuk naar de volgende raad wil. Van mijn collega van GroenLinks, die vroeg mij of het om het bespreekstuk gaat. Ja. Vraagt u nu om een bespreekstuk of? Dat mag duidelijk zijn. Oh ja, u vraagt namens een ander, maar akkoord. Bespreekstuk namens de VVD. Akkoord. Ga ik door naar punt 5, dat is het meerjarenperspectief huisvesting basisonderwijs Harderberg. Ik zie de heer Brink, de heer Stelfstra, mevrouw Juurlink, de heer Reiling, de heer Rodemond misschien. Nee? Begin ik bij de heer Reiling. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorop staat het doel om de Harderwerkse jeugd van goed onderwijs te voorzien. Deugdelijke gebouwen zijn daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. 100%. Ja. Is hij daar voor een bol hier? Nou, hoe had u het anders willen doen? Moet ik gaan staan of zo? Nee, nog een keer. Nog een keer aan en uit, denk ik. Ik doe op kleren en dan moet je. Nee, ja, ik zie mezelf toch niet, dus. Hij is goed. Hij is goed. Ja? Niks meer aan. Maar ik mag wel wat zeggen. Ja, mooi al. Nou, dan begin ik maar gewoon even weer overnieuw. Voorop staat het doel om de Harderwerkse jeugd van goed onderwijs te voorzien. Deugdelijke gebouwen zijn daarvoor een noodzakelijke voorwaarde. 100% mee eens. Dan hebben we de vraag over het bedrag wat vrijgesteld moet worden om de 61.131.000 euro bij de vaststelling van de begroting 2016 beschikbaar te stellen, mits voldoende dekking aanwezig. Dit deed mij eigenlijk een beetje herinneren aan de discussie over de kunstgrasvelden. Ja, we moeten wel de geld beschikken. We moeten eigenlijk nu wel zeggen dat we het willen, maar we kunnen nog niet aangeven of we het wel willen. Goed, en dan. Ja, ik vind dat nog steeds een heel moeilijk punt. Hè. Je moet nu richting aan gaan geven, je moet bedragen gaan invullen, maar we weten nog niet of we dat beschikbaar hebben. Ik had het graag anders gezien en dat de dekking er eigenlijk dan ook direct achter zat. Maar waarschijnlijk komen we daar binnen een paar weken wel achter. Goed, sinds de overheveling van de verantwoordelijkheid van de buitenonderhoud per 1-1-2015 heeft de gemeente geen enkele verantwoordelijkheid meer als het gaat om het onderhoud van de schoolgebouwen. Zijn alle gebouwen dan overgedragen? Regeren is vooruitzien. Dat betekent ook dat schoolbesturen er geen rechten aan kunnen ontlenen. Maar ik vind, als we dat met elkaar afspreken, dat dat ook voor ons als raad en ook als college moet gelden. Ja? Dat we niet straks geconfronteerd worden met een portefeuillehouder die zegt, ja, maar toen hebben jullie dat vastgesteld, dat in 2022, dat heeft de raad het vastgesteld. Ja? Dat moeten we niet willen. Graag een reactie van de portefeuillehouder daarop. Verder, in het voorstel wordt aangegeven dat de meerjarenbegroting gaat tot 2016-2019. Waarom beperken we ons? Ik zat nergens aan. Even kijken. Ja, en dan in het overzicht heb het een en ander aangetroffen. 1,5 miljoen voor renovatie. 1,7 miljoen voor renovatie
in Schuine Sloot. Terwijl voor 1,5 miljoen voor renovatie in Schuine Sloot, terwijl in Lutten voor 1,7 miljoen nieuw gebouwd kan worden. Nou, dan zou ik daar toch wel even heel kritisch naar gaan kijken. Om niet te gaan renoveren, laat ik dat voorop stellen. Ja, en bedragen invullen voor 2023. Ik heb het eigenlijk zojuist ook al aangegeven. Ik vind het heel erg link. Ik zou voor een andere methodiek hebben gekozen. En dan kom ik bij het punt, bijvoorbeeld in de Krim is nu duidelijk sprake van dat ze in de Krim heel daar bezig zijn om bijvoorbeeld het dorpshuis nieuw te bouwen. En dat willen ze eigenlijk in combinatie gaan doen met de beide scholen. Ja, dat zijn ideeën die dan op dit moment leven. Dat mag dan niet tegengehouden worden, wat ik zojuist al heb aangegeven, van ja, jullie staan pas voor 2023 op. Voorzitter, hoe gaan we daarmee om? Meneer Rellek heeft een vraag moeten stellen. Ja. Meneer Rellek geeft aan dat hij voor een andere methodiek had gekozen. Kunt u aangeven welke u daar had gekozen? Ik zou in ieder geval een methodiek hebben gehanteerd waarbij je in een Excel heel duidelijk even aangeeft de levensduur van de scholen. Mevrouw Hadders die gaf al aan dat de meeste scholen al meer dan 40 jaar oud zijn. Nou, dan weet je dus wat er op je bord komt. Maar als we nu 2023 gaan daar feitelijk bedragen voor vaststellen, alhoewel... Dat wordt in het voorstel wel heel duidelijk aangegeven dat het nog steeds heel kritisch bekeken moet gaan worden. Maar om nu al bedragen voor 2023, 2024 te gaan reserveren, heb ik erg veel moeite mee. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat ze die bedragen zijn ingevuld met de wetenschap dat die gebouwen op dat moment dan zo oud zijn? Is een beetje in tegenstelling tot hetgene wat mevrouw Harders heeft gezegd, omdat de meeste gebouwen al ouder dan 40 jaar waren, wat zojuist verteld is. Het laatste punt wat ik wil, in de stippen aan de horizon, dus moeten de kosten van huisvesting en exploitatie structureel omlaag. Minder, maar beter. En dat is natuurlijk wel, daar wringt de schoen bij mij toch ook wel een beetje. En daar heb ik ook geen oplossing voor. Ik zal meneer Van den Berg even voor zijn. We krijgen bijna duizend leerlingen minder. En omgekeerd evenredig vliegen de kosten volgens mij omhoog. Daar wringt het bij mij een beetje. En ik hoop dat glad gestreken kan worden. Akkoord, dan kom ik langs op koers naar de Partij van de Arbeid. Mevrouw Juling, ga gaan. Ja, goed onderwijs kost wat, maar dan hij ook wat. Stip op de horizon, we hebben dat destijds met veel interesse gelezen en ook behandeld. Ik schrok er eigenlijk zelf best wel van dat er in redelijk korte termijn er 1000 kinderen minder op de basisscholen zijn hier in Hardenberg. Nou, en als je dat visualiseert, zeggen ze 30 in een klas, dan zijn dat heel wat klassen en heel wat schoolgebouwen. En daarom vind ik het ook een compliment naar de schoolbesturen toe, dat ze daar nu al helemaal op anticiperen. Dat ze zeggen van, we gaan samen, waar samen kan. Waar scholen oud zijn en toch vervangen moeten worden of heel erg gerenoveerd moeten worden, daar gaan we zien dat we samen een school kunnen vormen. En dan kunnen de verschillende protestantse, openbaar, gereformeerd, vrijgemaakt, katholiek bij elkaar. En wij zien daar heel veel voordelen in. Het beleid wat ingezet wordt, dat ondersteunen wij dan ook. Wij zien dat er op termijn in heel veel jaren heel veel geld nodig is. Maar goed, wij weten ook dat geld er nodig zal zijn en dat je daarvoor ruimte voor maakt in de begroting. Want we zijn met z'n allen, hebben ook gezegd van dat we goed onderwijs in goede schoolgebouwen willen hebben. Wat ik me nog wel kan voorstellen is dat we over een jaar of vier eens weer evalueren en kijken van, goh, hoe staan we nu? Is de prognose nog zoals die was? Of zeggen we van, ja, hij moet of naar beneden of naar boven bijgeschaald worden? De kleine scholen in de buitengebieden, hè, in de Reserveen noem ik dan ook nog maar even. Ik kan me herinneren dat Stip of the Horizon was net behandeld en even later zagen we in de kranten de berichten dat de Reserveen dicht zou gaan. Dat werd nog wat overroeld door de Kastanjehof die uiteindelijk eerder gesloten is. En ja, mijn vraag is ook van, goh,
hoe staat het met die school? Ik weet niet of deze portefeuillehouder daar wat van kan zeggen. Of de portefeuillehouder die ziek is. Of dat we dat even moeten afwachten tot hij er weer is. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere kleine scholen in het buitengebied. En dan zie ik toch wel dat de school De Velde en Kompas in Radewijk pas heel laat aan de beurt zijn. Terwijl je wellicht daarvan moet afvragen van... Is dat wel reëel dat die zo laat aan de beurt zijn om samen te voegen? Want krijg je dan niet twee hele kleine schooltjes die eigenlijk nog 10 jaar lang het moeten volhouden? Maar complimenten voor de werkgroep voor de gemeente dat ze... Ja, en ik begreep dus dat we daar de primeur mee hebben. Maar dat we goed van tevoren kijken van wat gaat gebeuren en dat we daarop anticiperen. Dat was het. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van de ChristenUnie, de heer Stalpstra. Dank u wel, voorzitter. Prachtige inleiding net, die wil ik volledig onderschrijven. Wij hebben een drietal vragen. De eerste is net ook al aan de orde geweest, maar we willen hem toch even bij de wethouder neerleggen. Van in hoeverre is het IHP nog actueel? In het IHP wordt gesproken over een aanzienlijke krimp van de leerlingen. Het is net al een aantal keren genoemd. Maar wij zien dat in de voorliggende nota niet expliciet terugkomen. Er wordt wel naar verwezen en je ziet een aantal samenvoegingen van scholen. Maar wij vinden in die zin de nota is erg beperkt qua omvang. Waardoor we het gevoel hebben dat we er zelf heel veel uit moeten halen. Dan tenslotte, we zien een aardig bedrag erbij komen bij het meerjarenperspectief. Nog even teruggekeken naar de stip in de horizon. Daar zouden de investeringen bij elkaar zo'n 12 miljoen zijn. Dat wordt nu bij elkaar 26 miljoen. Dat is een lichte afwijking. En wij hebben de vraag aan de wethouder, was dit niet te voorzien? Want het gaat toch wel een forse aanslag leggen op de begroting. Dank u wel. Dank u wel. Kom ik bij de fractie van de CDA, de heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik sluit me eigenlijk aan bij mijn voorganger, de heer Stelstra van de ChristenUnie, aangaande de financiën en de diversheid in bedragen. Als je dit stuk vergelijkt met het huisvestingsplan Stippen op de Horizon, ook daar waren wij verbaasd over. We hadden verwacht dat dit plan zou passen in het plan Stippen op de Horizon en dat zien we niet zo... Is er expliciet terug, met name de term renovatie, die nu ineens opduikt en die daarvoor nergens genoemd werd. Dat verbaast ons nogal en daar willen wij graag, in aanvulling op de financiën, willen wij daar graag wat vragen over. En ook ten aanzien van de wensen die in het plan Stippen op de Horizon zijn benoemd, zien wij in dit plan niet zo heel veel terug. De inspreker noemde ook al dat er wat wensen waren uitgesproken ten aanzien van bepaalde kernen. Ja, die wensen die zijn vastgesteld in het plan Stippen op de Horizon, maar zie ik in dit plan bijna niet terug, of ik kan beter zeggen, zie ik helemaal niet terug. Dus daar toch wel graag even wat verduidelijking over, als het zou kunnen. En dan nog één ander klein dingetje zo voor eerste termijn. En het was even er bekroop mij een gevoel bij de bestudering van het stuk, en dat het stuk wellicht niet helemaal compleet zou kunnen zijn. En dan gaat het met name over de nummering, maar goed, wellicht was ik in verwarring of zou kunnen. Want wij gaan van... Sorry? Oké. Okay. Maar goed, nou, wellicht was ik er wat van was, maar goed, er wordt naast mij hartelijk gelachen, dus het zal vast aan mij liggen, maar dat hoor ik dan straks graag. Want we gaan van 1.1 naar 1.2, opeens naar 4.1, dat is op zich best raar. Maar goed, wellicht is daar een hele goede verklaring voor, maar die hoor ik dan graag en ik laat het hier graag bij in eerste termijn. Akkoord. Dan geef ik het woord aan de wethouder. Uitgang. Dankjewel. Eigenlijk is hier sprake van een soort drietrapsraket. We hebben op 14 mei 2013, ja, dat is vrij vlot, dat was net voor de coalitieonderhandelingen, hebben wij het met elkaar gehad over het integraal huisvestingsplan. Toen zijn er al wat uitgangspunten benoemd. In het coalitieakkoord hebben we voor de korte klap al wat bedragen opgenomen van zaken die al heel snel speelden. En met Stippen op de Horizon hebben we dat uitgebreid. Tussendoor, en ik denk dat de inleidster van zo pas aardig heeft verwoord hoe het traject verder is gelopen om van de achterkant
naar de voorkant te komen. En met name om heel goed te kijken van wat is nog de rol van de gemeente. En wat is de rol van de gemeente samen met de schoolbestuur, daar waar het gaat om huisvesting voor het basisonderwijs. Wettelijk hebben wij geen verplichting meer, daar waar het gaat om onderhoud. En sluiten voor nieuwbouw moeten de gemeente aan de lat. Maar het zou wel heel kortzichtig zijn van een gemeente dat je op dat wettelijk standpunt vastpint. Van wij komen pas in beeld bij nieuwbouw. Hoe kun je in gezamenlijkheid met schoolbesturen, en die handschoen hebben wij opgepakt, maar die hebben ook de schoolbesturen opgepakt, hoe kun je met het middel renovatie, hoe kun je daarmee, en ik noem wel eens het woord, hoe kun je daarmee spelen om toch langduriger een goede onderwijslocatie te hebben, om nieuwbouw uit te stellen. Stel, als bijvoorbeeld als een school niet meer adequaat is voor wat betreft goede huisvesting, maar je weet ook dat het leerlingenaantal op termijn wel eens kritiek kan worden. Dan kun je beter het middel renovatie inzetten dan, laat ik zeggen, een nieuwbouw realiseren die toch vreselijk veel duurder is. De CDA-fractie van hoe kom je nu bij renovatie? Ja, renovatie is ook in de wet niet benoemd. Ik denk ook dat de overheid dat maar aan het veld wilde overlaten om daar niet een rol in te willen spelen. Want dan krijg je weer allerlei verordeningen en regels enzovoort. En het mooie ervan is dat wij nu in gezamenlijkheid, scholen, schoolbesturen en de overheid, de gemeente, dit middel juist inzetten om een bepaalde mate van flexibiliteit te hebben. Maar ook om heel kostenefficiënt om te springen met de huisvesting voor het onderwijs in deze gemeente. Dus, even kijken waar ik in mijn... Oh ja, hier zat ik ongeveer in mijn vragen. Dus als je kijkt van, is dit niet allemaal een beetje chaotisch? Hè? Ik hoor het een paar zeggen van, het sluit niet hierbij aan en het sluit niet daarbij aan. Nee, het is juist het proces geweest wat ervoor gezorgd heeft. En met name het invoegen van renovatie. Dat sommige dingen misschien niet helemaal precies aansluiten bij datgene wat we in een eerder document hebben aangegeven. Maar als we het proces beschouwen en zien welk proces we hebben doorlopen en wat het resultaat is geweest, denk ik dat het een fantastisch resultaat is wat we hier met elkaar hebben bereikt. En moet je dan 15 jaar vooruit kijken? Ja. Ja, dat doen we vaker. Voorzitter, als wij een gemeentehuis bouwen. Aanvullende vraag zie ik. Dank u wel, voorzitter. En excuses, meneer Prinsen. Vraag die mij nu bekruipt in het kader van dat renovatieverhaal is, we krijgen vanuit het Rijk geld voor nieuwbouw, als ik het wel heb, en we zetten het anders in. Alleen even een vraag voor renovatie, lopen we daar geen risico's mee? Wij krijgen geen geld. Wij krijgen geen geld. Nieuwbouw is in een lump sum financiering die aan de gemeentes worden uitgekeerd. Daar moet je dus ook uiteindelijk je nieuwbouw voor onderwijs voor bekosten. Maar, dat was mijn vraag ook. Dat was voor nieuwbouw. En we geven het nu uit aan renovatie. Niet? Nee. Kijk, het geld is niet gelabeld. Kijk, het is niet zo dat we zeggen van nou, we krijgen elk jaar 1 miljoen voor nieuwbouw van scholen. Het geld is niet gelabeld. Wij krijgen op basis van kengetallen krijgen wij in het gemeentefonds middelen. En die middelen die moeten we zo goed mogelijk inzetten. En daar hebben we met de scholen nu een afspraak over gemaakt. Hoe we dat voor de komende jaren gaan doen. En natuurlijk, het plaatje is nu het plaatje van 2015. In 2016 moet je er ook weer wat, kunnen weer wat nuances bij plaatsen op sommige punten. Ja? Maar het geld wat wij krijgen is niet gelabeld voor nieuwbouw. Op het moment dat wij zeggen, wij moeten heel zorgvuldig met onze middelen omgaan en we kunnen nieuwbouw kunnen we 5 jaar uitstellen, maar we kunnen door renovatie een gebouw creëren wat heel adequaat is voor de uitvoering van het onderwijs, dan moeten wij dat doen. En daar hebben de scholen, hebben daar van harte aan meegewerkt. Ik bedoel, dat is net in de inleiding ook, denk ik, meer dan duidelijk geworden. Dus het is niet zo dat wij de scholen iets onthouden, of zoals dat de strekking achter de vraag is. En dan ga ik verder. Ja. Is het geld beschikbaar? Nou, als u de begroting die u heeft toegestuurd gekregen, dan heeft u kunnen zien dat het de eerste 4 jaar er gewoon in zit. Ja, het zit de eerste 4 jaar zit het in de begroting. Ja, door de wijze van werken, dus geen reserves meer op onderhoud, geen reserves meer voor het onderwijs, onderwijshuisvesting, wordt het nu natuurlijk allemaal een stuk zichtbaarder. In het verleden was het vaker zo dat u een voorstel kreeg van we gaan daar en daar een school nieuw bouwen en dan zeiden we betaald uit de reserve. Nu moeten we het elk jaar
hoe we het in onze exploitatie meenemen. Nou, voor de eerste 4 jaar hebben we het meegenomen. En we hebben natuurlijk een hele mooie doorkijk op basis van het plan wat er ligt voor de, gemaakt voor de jaren daarna. Eigenlijk doen we niet anders. Als we een nieuw gemeentehuis bouwen, maken we ook meteen een meerjaren onderhoudsplan. Dat ziet u nu allemaal, maar voor de komende 30 jaar zit er een meerjaren onderhoudsplan zit hier. En of je dat ook feitelijk zo uitvoert, zoals dat in dat plan staat, dat is nog maar de vraag. Economisch klopt het, maar technisch ga je altijd kijken, moet het wel. Dus het geld is beschikbaar. Vooruitkijken, ik denk dat het een hele goede zaak is dat met name het onderwijs, ook op initiatief van, het onderwijs, dat we een doorkijk gemaakt hebben voor de komende zoveel jaar. Dan weet je als school, weet je ook wanneer, wanneer het zover is dat je eventueel een grootschalige renovatie dan wel een nieuwbouw krijgt. Gebeurt dat dan ook werkelijk? Nou, we zullen elke keer ons de vraag moeten stellen, is het geld er wel? Dus voordat wij dat geld kunnen uitgeven, komen we altijd bij u langs. Met het voorstel van dan moet u feitelijk het geld nog beschikbaar stellen. Ja, het is dus niet zo dat u vanavond ja zegt en dat u voor dat 2048 niks meer in te brengen hebt op dit punt. Nee, dat zou niet goed zijn. Even kijken. Ja, de ene school een bedrag voor renovatie en voor een andere is nieuwbouw ongeveer hetzelfde bedrag. Ja, appels en peren denk ik. Ik kan dat vanaf deze plaats niet goed met elkaar vergelijken, maar ik ga ervan uit dat er heel goed gekeken is. Oké. Ik word ingefluisterd nu dat Schuine Sloot ook voor nieuwbouw op de planning staat. Dus, ja, dus die 1,5 en 1,7 die verhouden zich goed. Kijk, ik zie de directeur van de school, die zie ik al glimlachen. Die wordt heel blij opeens. Ja, ja. Heel goed. Nou, als het kleurtje was aangepast, had ik de vraag anders gesteld. Ik verwijt jou niks, heer Rilling. Goed. Ja, en dat er ergens in een dorp een dorpshuis gebouwd, dat mensen graag een dorpshuis willen en daar graag een school aan vastknopen, dat is heel mooi. Maar ik heb nog wel veel meer wensen. En je kunt het natuurlijk ook geforceerd doen. Je kunt ook een dorpshuis bouwen en later de mogelijkheden, en zo bouwen dat er mogelijkheden voor de aanbouw van een school zijn op termijn. Maar het kan niet zo zijn dat ergens in een dorp een school op instorten staat, omdat dat er in een ander dorp een school bij een dorpshuis gebouwd moet worden. Daar waar het samen kan gaan, zou je het natuurlijk altijd moeten doen. Over de school in Rezeveen heb ik geen nieuws, maar misschien mag ik met instemming van de voorzitter, mevrouw Harder, vragen om even kort een reactie te geven als ze dat wil. Volgens mij was u het, hè, die vroeg naar Rezeveen. Op dit moment heeft de school ongeveer 40 leerlingen en de prognose is ook dat dat stabiel blijft. Binnen Grono, de club voor de christelijke scholen, hebben wij ook afgesproken dat we elk jaar gaan bekijken hoe het is met de leerlingen. En als het ongeveer op 40 blijft, dan kan de school in stand blijven. De minimale schoolgrootte in deze gemeente is geloof ik 23, dus daar zitten we dan nog lang niet aan. Maar ja, we bekijken het elk jaar kritisch, maar er is op dit moment geen enkele sprake van dat de school dicht zal gaan. Omdat wij verwachten dat het de komende 3-4 jaar nog wel 40 zal blijven. Ja? Helder. Goed. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik in mijn verhaal wel zo'n beetje alle vragen beantwoord. Ja, samengevat zou je kunnen zeggen van dit beeld, en dat zie je ook in dat overzicht, waarin de bedragen vanuit het IAP samen met datgene wat er nu bij komt, zeg maar vanuit het renovatiemodel, dat is met de kennis van vandaag, zijn dat de ontwikkelingen in de gebouwelijke deel van de scholen, waarbij we elke keer zelf hier weer aan de beurt zijn om wel of niet te bepalen of iets moet, ja, of dat het uitstelbaar is, of we geld hebben. Maar het zou natuurlijk wel heel mooi zijn dat we de eerste 4 jaar, en het zit niet voor niks in de begroting, dat wij een mooie stap kunnen maken om in ieder geval vanuit de gebouwenkant de kwaliteit van het onderwijs kunnen ondersteunen. Akkoord. Behoefte aan een tweede termijn. Ik zie de heer Brink, de heer Dogger, de heer Reiling, de heer Brink, ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Ja, de begrippen onderhoud en renovatie blijven me toch wel wat bezighouden. En omdat ik niet zoveel zin heb om er vannacht wakker van te liggen, dan denk ik van nou, ik gooi er nog een keer in. Want ik heb het gevoel, ook als ik de beantwoording van de wethouder beluister, dat er dat het begrip renovatie toch wel redelijk op de voorgrond treedt ten opzichte van onderhoud. En mijn vraag is heel concreet, wat is renovatie nou meer dan het onderhouden van gebouwen? Dan sla ik hem even heel plat, maar dat hoor ik graag.
Ik heb nog één vraag gesteld over de nummering in het stuk, die ik niet helemaal begreep. Ik wil nog even één dingetje aan toevoegen. Er is ook nog een verdeelmodel in 2.1, waarin het stuk wordt verwezen, als ik de teksten goed doorneem. En dat verdeelmodel 2.1 zie ik ook niet terug in het stuk. Dus wellicht dat de wethouder daar ook nog iets van kan zeggen. Tot zover. En anders kunnen die altijd nog in een technische ronde terugkomen. De heer Dogger. Dank u wel, voorzitter. De wethouder spreekt van de renovatie. En dan laat ik het begrip maar even bij de vraag liggen die mijn buurman gesteld heeft. Maar de stelling is, als je renovatie uitvoert, dan kun je dus nieuwbouw uitstellen. Dat begrijp ik. Kun je met onderhoud overigens, denk ik ook. Als je dus nu gaat in het plan nu bedragen gaat opnemen voor renovatie, dan mag je er dus van uitgaan dat daarmee dus ook de levensduur van de bestaande panden langer wordt. En eigenlijk, en dan maak ik hem concreet op een voorbeeld in het IHP samen met het stuk wat nu voor ligt. In het IHP wordt voor Bergentheim gezegd, we hebben het over de Casper Diemen School en de Koningsbergen School, op termijn gelet op het verloop van het aantal leerlingen samenvoegen. En dan zie ik nu in het voorstel staan om daar in 2017 voor beide scholen fors te gaan renoveren. En dan denk ik van maak mij dan nu eens duidelijk dat wanneer het einddoel is die fusie. En wetende dat de scholen daar nu een bepaalde staat van onderhoud hebben en er zal dus waarschijnlijk naar één school toegewerkt moeten worden. Waarom dat bedrag voor beide scholen, een groot bedrag nu voor renovatie, daarin opgenomen is. Kan de wethouder nu eens aangeven van met hoeveel jaren wordt dan door die renovatie de uiteindelijke, noem het dan maar even, technische levensduur verlengd? En past dat dan in dat beeld wat we hebben geschetst in het integraal huisvestingsplan? Moeten die scholen wel zoveel langer mee als toch de bedoeling is dat ze gaan fuseren? Dus daar zitten wat mij betreft wat fricties of onduidelijkheden. En werkt dat nu eens gewoon, noem het dan maar even technisch uit, hoe dat bedrag dan tot stand komt in relatie tot wat de ontwikkelingen zijn in mijn voorbeeld in Bergentheim. Akkoord. Kom ik bij de heer Reiding. Ja, dank u voorzitter. Ik mis nog twee antwoorden. Eén is of alle scholen zijn overgedragen. Want volgens mij bij gerucht, maar die vraag stel ik dus niet. En het schuren van 1000 minder leerlingen en veel duurder worden. Ik zie mevrouw Haters knikken van dat zij mij dat graag onder vier ogen misschien al wel een keer wil uitleggen. Ik geef het woord eerst aan de wethouder. Ja, voorzitter. Het aantal leerlingen zegt niks over de kwaliteit van een schoolgebouw. Ja? Dus de correlatie, het verband wat u legt tussen het aantal leerlingen en het geld wat we uit moeten trekken voor onderhoud, voor renovatie dan wel nieuwbouw, die relatie kan u niet leggen. Dat we minder moeten bouwen, dat is misschien wel zo, maar dat wil niet zeggen dat het ook daarmee goedkoper is. Dus die relatie die u legt, die kan ik niet leggen. En er is net ook al gezegd, we hebben vrij veel oude schoolgebouwen. Ja, dus op enig moment ben je toch een keer aan de beurt om daar wat mee te doen. De scholen zijn niet overgedragen. Alleen, er is bepaald dat het onderhoud, het buitenonderhoud wat altijd bij gemeente zat, dat zit nu in de bekostiging van de scholen zelf. Dat moeten de scholen zelf doen. Onderhoud en renovatie, wat is nu het verschil? Nou, iemand die bij Dion werkt moet dat wel weten, dacht ik. Flauw. Daar wil ik wel graag op reageren. Gaat u gang. Neem de tijd. Als u Dion een beetje kent, meneer de voorzitter, dan weet u dat Dion een heel divers bedrijf is. Dat bijna alles kan en ik hou me helaas niet bezig met het onderhouden van gebouwen. Dat wil ik wel even gezegd hebben bij deze. Tot zover de reclame. U vervolgt de betoog. Ja, einde reclamebak. Kijk, alles wat met renovatie te maken heeft, dat is levensduur verlengend. Ja, dat is een levensduurverlenging. Er staan ook wel termijnen in, minimaal 5 jaar geloof ik. En daarnaast zullen er ook demarcatielijsten zijn waarin is opgenomen wat nou tot onderhoud valt en wat niet, wat tot renovatie gerekend mag worden. Dat hele gegoochel met die nummering en verdeelmodel, daar begrijp ik helemaal niks van wat je bedoelt. Dus dat nemen we op in het verslag. De ambtenaar zit erbij, dus ik kom wel even in het verslag een opmerking daarover. En ik vraag even mijn ambtenaar of hij het voorbeeld van Bergentheim, of je die paraat hebt, Erik, om daar iets van te zeggen. Ik ga even op de knieën, dat is misschien het beste. Dat je dat voor mij doet is heel goed. Ja. Ik zou willen voorkomen dat we inzoomen op een specifieke situatie, maar ik begrijp het graag heel goed.
In zijn algemeenheid is het zo dat het instrument van de renovatie in de plek kan komen voor vervangende nieuwbouw. In die zin, zoals de wethouder net heeft toegelicht, dat er tijd gekocht wordt. Dus de levensduurverlenging is aan de orde bij renovatie. Maar bij een renovatie is ook altijd aan de orde een stuk onderhoud. Dat moet voor rekening komen van het schoolbestuur. En tegenwoordig kijk je ook altijd even naar zaken als klimaat en dat soort dingen. Dus ga je naar kwaliteitsverbetering kijken. Nou, dat is niet precies met een schaartje te knippen, want dat ga je natuurlijk in combinatie uitvoeren bij een school. Maar je kunt best langs min of meer duidelijke lijnen daar een verdeling in aanbrengen. En dat deel voor de rekening van de gemeente laten komen, dat geacht kan worden betrekking te hebben op de levensduurverlenging. Dat moet per school bekeken worden. Dat is in deze fase nog onvoldoende gebeurd. Wat we gedaan hebben in dit schema, is we hebben gekeken naar wat zouden de kosten zijn van nieuwbouw van de betreffende scholen. Daar hebben we een kwart van genomen, als zijnde een redelijke benadering van wat een renovatie zou kosten. En daar is vervolgens de helft van genomen, want wat hierin staat is enkel het deel wat dan de gemeente zou dragen. Dus op die manier is er tot bedragen gekomen. En in de uitwerking gaan we man en paard noemen. En dan komen die dingen aan de orde die u terecht opmerkt. Ja, maar en dan toch even voorzitter, als u het goed vindt. Als ik dan in het IHP lees dat de stip op de horizon van Bergentheim is dat daar straks één school is. En wanneer dat is, dat weet ik niet. Hè? Dat zullen de schoolbesturen samen moeten overleggen, maar er zal best een visie op zijn. Dan denk ik van, als er dus ergens die stip voor Bergentheim bepaald is, dan wordt denk ik vervolgens gekeken, als we dan de beide scholen nu bezien, wat moet er dan gedaan worden om die scholen tot aan dat moment in goede onderhoud te voorzien? Mag ik misschien een vraag aan maken? Maar dan denk ik van, als ik dan zie dat bij beide scholen nu een groot bedrag voor innovatie wordt uitgegeven, waarvan we ook al, dat wordt ook gezegd, dat in feite maar een deel is van de totale kosten van de school, draagt zelf ook bij, dan denk ik van, hoe komt dan zo'n bedrag tot stand in relatie tot het proces in Bergentheim? En dat hoeft er niet op euro nauwkeurig, maar schets dat beeld is. Daar gaat het mee om. Maar stel nu, voorzitter, dat de stip op de horizon is dat in 2025 er één school is in Bergentheim. En de gebouwelijke situatie is nu dusdanig dat je zegt van ja, dan kun je met goed verzoen niet nog 10 jaar lang onderwijs verzorgen. Klimatologisch, slechte onderhoudstoestand. En daarvoor hebben we juist dat middel renovatie ingezet. Want anders zouden we misschien wel nieuwbouw moeten plegen. Ja, voor het nou zeg maar viervoudige van het bedrag wat hier staat. Ja, en nu zeggen we juist van nou, wij kunnen de situatie rekken op een kwalitatief goede manier tot het jaar 2025. Dus het voorbeeld van u kunnen we ook alleen maar heel goed toelichten. Als we weten van, is er nu al met de leerlingenaantallen in de hand uitgerekend van, in dat jaar zouden ze één school moeten zijn. Nou, die gegevens heb ik niet paraat. Maar vandaar ook dat ik me even in een stel dat zin aangeef. Nee, maar daar gaat het dus juist om, als je dus nu budgetten vraagt om renovatie uit te voeren. Want dan weet je dus dat je nu renovatie gaat uitvoeren om een bepaalde levensduurverlenging te creëren. En dan vraag ik van, leg dat eens naast het gewoon hier bij de doelstellingen daar. Dat voorstel dat komt naar u toe, op het moment dat wij daar die middelen willen gaan uitgeven. Dan krijgt u de casus heel breed uitgemeten van nou, over 6 jaar of 8 jaar gaat die school fuseren, maar we zullen nu het in een goede staat moeten brengen. Onderhoud alleen is niet voldoende, we zullen daar meer voor moeten doen. En dat krijgt u dan te zien. Nu is het met grote stappen, ja, op basis van kengetallen, is het hier neergelegd. Voldoende op dit punt. Voorzitter, nog een kleine aanvullende vraag. De stip in de horizon stond ook een aantal bedragen. En nu staan er weer bedragen, meer dan het dubbele. Wat is de kans dat we bij verdere uitwerking nog hogere bedragen krijgen? Ik kan voor mijn collega zeggen, die kans is niet heel. En dan moet hij het straks uitleggen. Ja? Dus dat zou wel een stunt wezen. En ik denk dat hij nu ook meeluistert, want zo is hij. Ja, dus dat zeg ik niet. Maar als je kijkt in de methodiek van de drietrapsraket, wat we gedaan hebben is de verfijning, die hebben we nu denk ik aardig in de vingers. Ja? En er zou best, ik zou het niet op een ton exact kunnen zeggen, maar ik heb het idee dat we nu aardig te pakken hebben om wat voor bedragen het gaat en welke activiteiten daar dan bij gaan horen. Maar op de euro precies is het natuurlijk lastig om dat aan te geven. Maar ik denk dat we wel... Ons beeld is in het college, in ieder geval, ze hebben er ook wel over gesproken, dat we er wel zo ongeveer zijn dan. Ja?
Akkoord. Ik denk dat u door de vraag heen bent. Ik wel. Ik ook. Dan rest mij de vraag of hier een hamer of bespreekstuk van moet worden. Hamerstuk. Kistunie hamerstuk. Bespreek. We hebben nog even een overweging. Akkoord, bespreekstuk merk ik en de houding van de VVD. Dan ga ik door naar het volgende agendapunt, dat is vaststelling bestemmingsplan. Buitengebied, Hardenberg Veenlandweg 5 in Brugt. Wie mag daarvoor het woord geven? Ik zie de heer Odink. En de heer Odink alleen. Ga je gang. Helemaal goed, dankjewel. Eigenlijk een tweetal opmerkingen, of tenminste in eerste instantie een opmerking en een aantal vragen. Ik zit een beetje met de volgorde der dingen, zeg maar, als ik kijk naar dit voorliggende bestemmingsplanwijziging. Ik heb al het idee namelijk dat er een heleboel zaken zijn georganiseerd en geregeld door de initiatiefnemer. En dat we nu met terugwerkende kracht dit proberen via deze bestemmingsplanwijziging in te brengen. En of tenminste een legale plek te geven. En ik ben eens even benieuwd wat de portefeuillehouder hiervan vindt, zeg maar. Hoe dit nou op deze manier zo gelopen is. Dat is één vraag. En de andere vraag is, er wordt gesproken over een 12-tal parkeerplekken op die locatie. En het komt mij allemaal wat gekunsteld over. In ieder geval vrij krap bemeten allemaal over. En ik ben ook even benieuwd of u daar ook eens een reactie of wat van kunt vinden.